bij knottenwol.nl. Daar zijn we weer. En we hebben natuurlijk weer iets heel leuks. Zoals jullie weten ben ik dol op kleurtjes. En ik heb me helemaal uit mogen leven van de meiden hier. Hè? Mm-hmm. Ja, absoluut. En we hebben iets superleuks bedacht. En zoals jullie zien ben ik aan het breien. Dat zijn jullie eigenlijk niet zo gewend van mij, hè, dat ik aan het breien ben. Want meestal ben ik aan het haken. Maar ik werd zo verliefd op dit idee. De zigzag stola. Hier ligt hij al in een stukje gebreid voorbeeld klaar. En ik brei gewoon verder, want ik wil jullie daar iets laten zien. En dat is op de teruggaande tour. Dus ik moet nog even domrijden. De zigzag. Dus door wat te meerdere en mindere krijg je zo'n leuk tandpatroon, zeg maar. En wij hebben ervoor gekozen om die geweldige Gromitolo 200, deze bollen, die grote bollen, te combineren met de ook zo geweldige Tutti, die zachte bollen. Want dan krijg je niet alleen die leuke kleurtjes die je combineert, maar je krijgt ook nog eens dat zachte met dat gladde gecombineerd. Ja, en dat vind ik helemaal een uniek geheel worden. En omdat wij dit zo'n leuk ontwerp vinden, mm-hmm, of ja, zijn we het absoluut allemaal wel over eens, dachten we, we gaan hem breien en haken. Dus ik heb Marjan zo gek gekregen om te gaan haken. Ja, doe ik anders nooit hoor. En ik ga hem dus breien. Zoals jullie zien. Alleen haken gaat bij mij ook sneller dan breien. Maar ik brei continentaal dat wel. Want dat lijkt tenminste lekker op haken. Pak ik lekker dat lusje op. Zoals bij het haken. En ik wil jullie laten zien wat het idee is van het patroon. Dus we gaan iets dichterbij filmen. Sowieso even die kleurtjes lauw. Dit is de verkeerde kant. Kijk hoe leuk dat combineert, jongens. Echt. En het is super verslavend, kan ik je vertellen. Echt heel erg. Omdat je gewoon, je wil steeds verder breien. Omdat je wil zien wat voor kleurtje er nu weer komt. En bovendien is het heel leuk breien. Dus aan de kantsteek haal ik altijd recht af gewoon. En dan breien we één steek recht. En dan gaan we meerdere. We meerdere door het dwarsdraadje recht gedraaid te breien. Wat een taal, hè? Maar goed, ik ga het laten zien. Je hebt in je steek heb je hier een dwarsdraadje. Je trekt het gewoon een beetje uit elkaar en dan zie je dat tevoorschijn komen. Dat leg je op je naald. En nu ga je die recht gedraaid breien. Ik doe dat zo achterlangs insteken. Moet je wel natuurlijk heel de draad oppakken. Dus dat is het idee van het recht gedraaid breien. Zal ik het nog een keer doen? Je pakt het dwarsdraadje tussen de twee steken op. Je moet op deze manier meerdere, anders kom je niet uit met je telling. Dus pak het dwarsdraadje, leg het op je naald. Dan steek je achterlangs in. Ik doe dat door dit trucje. En dan heb je een steek gemeerderd. Dan brei je 5 steken gewoon recht. 3, 4, 5. En nu ga je 2 steken minderen. Dat doe je door 1 steek recht af te halen. Dan brei je 2 steken samen. En je haalt die afgehaalde steek over die 2 samengebreide heen. Heb je 2 steken geminderd. Dan ga je weer 5 steken recht breien. 2, 3, 4, 5. Ja, ik brei dus even continentaal, maar het gaat even om het idee van dat rechtsgedraaid meerdere. Dus nog een keer. We gaan nu eentje meerdere. Leggen die op de naald. Steken achterlangs in. Dan brei je er weer eentje. En dan gaan we weer meerdere. Recht gedraaid. Steek achterlangs in.
Dan heb je gedraaid waardoor je geen gaatjes krijgt in je werk. Nou, dan brei je er weer 5. En dan ga je weer minderen. 3, 4, 5. Dus kijk gewoon even rustig terug. Spoel terug. Zet het even stil als je het niet helemaal gezien hebt. Maar daardoor krijg je het tandje. We breien 4 rijen met de gomitolo en 2 rijen met de tutti. En dan is het mooi in evenwicht. Dus helemaal geweldig. Dat is het breigedeelte. Dan Marjan. Dus we hebben al 2 kleuren voor jullie in het breien. Hè, deze combinatie. Ja, dat is een rood met wat paars en ja. Dit, eigenlijk kan je niet misgaan in die combinaties van die kleuren. Omdat ja, als het enigszins bij elkaar past, hè, dan pakt het gewoon altijd mooi uit. Absoluut. Dus en wij hebben dan nu de blauw met roze. Nou, daar word ik ook echt heel blij van. En dan komt natuurlijk dadelijk turquoise ook tevoorschijn. Dus daar heb ik al helemaal zin in dat dat ook komt. Dan is... laten we zo zien, Marjan. Mm-hmm. We hebben een oranje combinatie en een rood met felle kleurtjes. Ook helemaal leuk. Dus deze pakketten hebben we beschikbaar op www.knottenwol.nl. En dan gaan we even het haken ook laten zien, hè, een beetje. Prima. Jij bent gewoon vast aan het haken. Klopt. Ik zal het microfoontje even tegen ze inhouden. Doen we net of een interviewtje doen. Jij haakt dus vaste. Ja, ik heb net 5 vaste gehaakt. Gewoon rechtdoor eigenlijk min of meer om een schuine rand te haken. Dan ga ik 3 vaste samen haken. Dus je haalt door, laat de lus op je naald staan. Door de volgende steek haal je nog een lus op. Bij de derde lus weer. Dan sla je hem om en haal je hem door alle 4 lussen tegelijk. Dan heb je 2 steken geminderd. Je hebt door 3 lussen heen gehaald en je hebt 1 vaste over. Ja. En dan gaan we weer gewoon 5 gewone vaste. 2, 3. Kijk, Marjan houdt mooi de vingertje omhoog. Dat doe ik dan weer niet met haken, wel met breien. Ja, dit is hoe ik het geleerd heb. Ja. Het maakt natuurlijk niks uit. En hier ben ik bovenaan een tandje. En dan ga ik meerdere. Dat is gewoon 3 vaste in dezelfde steek steken. En dat is eigenlijk alles. En we zijn begonnen deze sjaal om hetzelfde patroon te doen als de gebreide versie. Met 4 rijen gomitolo en dan 2 van de tutti. Maar eigenlijk vind ik dat gebreide patroon zo mooi dat ik ben overgegaan naar 2 toeren gomitolo, 1 tutti... 2 gomitolo en weer 1 tutti. Om een beetje hetzelfde effect te krijgen. Ja, die kleine streepjes, die smalle streepjes, zeg maar, die maken het wel heel speciaal. Dus ja. We gaan gewoon allebei de opties in het patroon zetten. Ja. Zo ingewikkeld is dat. Dat is inderdaad ook een goed idee. Nou, ik vond het weer superleuk. Ja, gezellig. Ja. Dus ik hoop jullie ook. Kijk vooral verder op www.knottenwol.nl. Dit is onderdeel van onze Knotten Designs Collectibles. Nummer 4 wordt dit. En wij zijn hier best wel weer blij mee. Ja, ik ben fan. Ja, ik ook. Dus ik hoop jullie ook. Tot snel weer. Doei!